Dames en heren, goede avond. Het is half acht. Enige minuten over inmiddels. Welkom, we zijn bijna compleet. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Streur, van de heer Sopper en mevrouw Driehuis. En dat betekent dat, omdat alle anderen aanwezig zijn, wij ook niet completer worden. Welkom, ook welkom aan de mooie gekleurde brigade hier op de publieke tribune. Nog een enige inhoudelijke bespreekpunt. Grote schade van supporters stel ik vast. Althans, ik denk dat ik u zo kan categoriseren, supporters van het voorstel wat voor ligt. En u weet, er kan vanavond niet worden ingesproken, maar die gelegenheid heeft u vorige week gehad toen we over dat agendapunt 8... met elkaar spraken in het kader van de voorlichtingsavond en de commissie. Daarover straks meer. Allereerst bij deze de opening en mededeling de vraag of u aanmerkingen of wensen ten aanzien van de agenda heeft. Dat bestaat. De heer Zuur in ieder geval. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Onder 6.7 staat het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken eerste wijziging leesjesverordening 2019... Vreemde benaming trouwens, want het is gewoon een uitbreiding van de dienstverlening. Maar goed, dat zouden wij graag willen verheffen tot een stuk met korte stemverklaring onder agenda punt 7. Ik stel voor dat we dat honoreren. Andere opmerkingen over de agenda? Niet? Oké. Dan doen we de agenda zo met deze wijziging dat 6.7 hernummerd wordt tot 7.1. Al dus de agenda vastgesteld, dan hebben we de besluitenlijst van 6 november bij de kop. Dames en heren, heeft iemand van u daar opmerkingen over? Dat is niet het geval, dan is die conform vastgesteld. Dan hebben we de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Daar zijn in de commissie enkele vragen over gesteld ter toelichting. Geen verdere opmerking nu over de voorgestelde wijze van afdoening. Dat is niet het geval. Dus conform die afdoening besloten. Dan zijn we daarmee aan agenda punt 6 gekomen. Dat zijn de hamerstukken. Dat zijn er nu een zestal. Een voorstel van het seniorenconvent in zaken het mandaat van de griffier. Een voorstel in zaken de algemene subsidieverordening Koevoorde 2019. Een voorstel van het college in zaken de verklaring van geen bedenking en realisatie zonnepark op agrarische gronden aan het dwarspad te Koevoorde. Een voorstel van het college in zaken de decemberwijziging 2018. Een voorstel in zaken het controleprotocol en normen en toetsingskader 2018. Een voorstel ten slotte van het college in zaken verwerking, ambities, programmabegroting 2019 en de meerjaring 2020-2022. U heeft aangegeven dat u dat bij hamerslag wil afdoen. Aldus conform de voorstellen besloten. Dan één agendapunt inmiddels met een korte stemverklaring behoefte. In ieder geval bij de fractie van het CDA, stel ik vast, maar u weet, u mag daar allemaal gebruik van maken. Dus ik geef graag, en dan begin ik wel bij de heer Zuur, lijkt mij, de gelegenheid om 7.1 het voorstel in zaken de eerste wijziging leegschording 2019, daar een korte stemverklaring af te geven. De heer Zuur. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is zonder uitzondering content met de mogelijkheid van het thuisbezorgen van reisdocumenten vanaf 1 januari 2019. De CDA-fractie is het niet eens met het feit dat dit voor een tarief ver beneden de kostprijs nog geen 40% daarvan wordt aangeboden. De motieven hiervoor deugen niet. Ze verklaren slechts de helft van de extra kosten of zijn flinterdun en veel te voorbarig. Kostprijsverlaging door concurrentie en volumestijging. Tevens is dit voor een voor ons onverklaarbare afwijking van de gedragslijn van het college. Waarom zijn deze tarieven niet 100% kostendekkend, portefeuillehouder Financiën Zwiers? Voor deze extra kosten draait iedere andere inwoner die het reisdocument wel gewoon op het gemeentehuis komt ophalen op. En dat vinden wij niet te verkopen. Wij verbazen ons erover dat andere partijen hier zomaar mee akkoord gaan. Twee leden van onze fractie vinden dit punt, de tariefstelling in het raadsvoorstel, zodanig zwaar wegen dat zij tegen dit raadsvoorstel zullen stemmen. Dank u wel. Dank u wel. U begrijpt dat ik niet zal ingaan op de vraagtekens die ik u hoorde formuleren in uw stemverklaring, want het wordt verwoord anders tot iets anders dan een stemverklaring.
Maar er is goede noten genomen van uw motivering waarom twee van uw fractiegenoten in ieder geval tegen dit voorstel willen stemmen. Anderen die behoefte hebben aan een stemverklaring, de heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil graag reageren op de stemverklaring van de heer Zuur. Ja, maar dat gaan we niet doen. Volgens mij is dat de heer Boy. Want dan wordt het geen stemverklaring namelijk meer. U mag een stemverklaring afleggen. Dat doe ik. Voorzitter, wat BBC 2014 betreft. Voor ons is het geen punt dat er het geld bij moet. Want wij vinden dat service aan onze inwoners wat mag kosten. Andere behoefte aan een stemverklaring? Geen behoefte aan een stemverklaring. Mag ik dan vaststellen dat met uitzondering van twee leden van de fractie van het CDA, die tegen dit voorstel geacht wensen te worden, te hebben gestemd, is het dan geloof ik. In ieder geval die stemmen tegen dit voorstel. Twee zijn gewoon tegen. En de overige leden van de raad kunnen instemmen met dit voorstel. Ja, dan is het conform besloten. Dan zijn we toe aan het bespreekpunt 8.1. Het voorstel van het college in zaken de oprichting van Glasvezel Zuiderveld BV en de financiering van het glasvezelnetwerk. Ik ga ervan uit dat iedereen daar toch wel even het woord over wenst te voeren. Ik zie de heer Boy ook al knikken, dus ik geef hem graag het woord. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Glasvezel in de buitengebieden van onze gemeente is hard nodig. Het is niet alleen beter voor het ondernemingsklimaat, de werkgelegenheid en de infrastructuur. Ook zorgt glasvezel ervoor dat onze inwoners klaar zijn voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Glasvezel maakt ook mogelijk dat er een 5G-netwerk gerealiseerd kan worden voor snel mobiel netwerk, internet. Het raadsvoorstel voor het oprichten van Glasvezel Zuiderveld BV, met daarin opgenomen de financiering van glasvezelnetwerk, spreekt de fractie van Belangen Buitengebied Coevorden dan ook bijzonder aan. BBC 2014 steunt het besluit van het college om hierin te participeren en bij te dragen aan de financiering van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Het begon destijds allemaal met een aantal zelfstandige bewonersinitiatieven in de gemeente Coevorden. Het doel was om in de dorpen en buitengebieden een glasvezelnetwerk te realiseren. Later werden de krachten gebundeld in de Stichting Glasvezel Zuiderveld om zo gezamenlijk, eenvoudiger en goedkoper een glasvezelnetwerk te kunnen uitrollen. Het is een krachtig initiatief uit de samenleving, prima passend in Coevorden verbindt. Grote waardering heeft BBC 2014 voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingespannen voor het verkrijgen van de benodigde intentieverklaringen. Let wel, bij 9500 deuren werd er aangeklopt. Ruim 65% van de inwoners die achter die deuren wonen moesten een intentieverklaring afgeven om het sein op groen te krijgen om de plannen gestalte te kunnen geven. Dankzij het doorzettingsvermogen van het bestuur en al die vrijwilligers werd uiteindelijk zelfs een percentage behaald van 73%. Chapeau! Het uiteindelijke doel is natuurlijk de realisatie van een glasvezelnetwerk. Het bestuur van Stichting Glasvezel Zuiderveld heeft inmiddels een businessplan opgesteld dat beoogt een Glasvezel Zuiderveld BV op te richten. Er zijn financiers gevonden die gezamenlijk 14,5 miljoen euro inleggen. Dat investeringsbedrag is nodig om een dekkend glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te kunnen leggen. Op verzoek van de provincie heeft het bureau Dialogic een second opinion uitgevoerd en daaruit blijkt dat Glasvezel Zuiderveld een solide business case heeft opgesteld. Uit het voorgaande blijkt dat er veel vertrouwen is bij de verbonden partijen over de haalbaarheid van het project. De volgende stap komt snel dichterbij. De inwoners die een intentieverklaring hebben afgegeven moeten worden benaderd om deze verklaring om te zetten in een contract met een provider. Voordat de aanleg van glasvezel van start kan gaan, moet minimaal 40% van de huishoudens zich inschrijven voor een abonnement.
Aanvankelijk was de planning dat die 40% in een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar moest gerealiseerd worden. Een van de deelnemende partijen heeft echter als voorwaarde gesteld dat die 40% voor aanvang van de werkzaamheden op 1 april 2019 gerealiseerd dient te zijn. Daarmee wacht een grote uitdaging voor de organisatie en een druk op de schouders van al die vrijwilligers die op korte termijn weer langs al die deuren moeten. Het bestuur van Stichting Glasvezel Zuiderveld heeft echter het alle vertrouwen in dat het gaat lukken om de benodigde percentage van 40% binnen te halen. Voorzitter, op de informatiebijeenkomst in zaken de aanleg van glasvezel en na contact te hebben opgenomen met de stichting is ons gebleken dat het door de voorwaarden van het naar voren halen van de campagne voor wervings- en promotionele activiteiten direct budget nodig is. Daarom wil BBC 2014 het college verzoeken of zij, eventueel in overleg met mede-aandeelhouder Rendo, op korte termijn gelden beschikbaar kan stellen om de intensieve wervingscampagne van Glasvezel Zuiderveld BV in oprichting vorm te kunnen geven. Een stuk voorfinanciering, waardoor de vrijkomende middelen direct ingezet kunnen worden. Als aandeelhouder heeft de gemeente er ook alle belang bij dat er voor 1 april 2019 minimaal 40% van die abonnementen worden afgesloten. Wij hebben hier een motie voor opgesteld die wij eventueel willen indienen. Voorzitter, wil ik even vragen, technisch moet ik die nu al voorlezen of kan het eventueel later als ik hem in wil dienen? Dat zou ik aanraden. U raadt aan om hem voor te lezen. Okay. Als de motie van wel bekend is bij de leden van de raad. Die is bekend. Ja. Ja. Alles met het doel om het glasvezelproject een succesvolle start te geven. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid. Wat ons betreft gaat de schop zo snel mogelijk de grond in om het glasvezelnetwerk te realiseren. En dan kom ik nu tot de motie. Het onderwerp is financiering in zaken promotie abonnementen Glasvezel Zuiderveld BV. De Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 18 december 2018 overwegende dat de Glasvezel Zuiderveld BV in oprichting op 1 april 2019 wil starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden. Voor genoemde datum 40% van de abonnementen gerealiseerd moet zijn. De aanvankelijke planning van deze 40% een periode van 2 jaar besloeg. Om een en ander te realiseren voor 1 april 2019 op korte termijn een wervingscampagne, voorlichtingsbijeenkomsten en andere PR-activiteiten georganiseerd moeten worden met medewerking van vele vrijwilligers. Als gevolg van het naar voren halen van het realiseren van de 40% abonnementen op korte termijn voor de BV in oprichting een financieel probleem is. Het welslagen van het glasvezelproject van belang is voor de leefbaarheid, economie en het vestigingsklimaat in de gemeente Coevorden. En tot slot de gemeente er ook als aandeelhouder alle belang bij heeft dat het glasvezelnetwerk succesvol uitgerold wordt. Roept het college op om op korte termijn in overleg met mede-aandeelhouder Rendo de kosten van de succesvolle wervingscampagne voor te financieren. Dat is hem, voorzitter. Goed, nogmaals even voor het goede begrip. Deze motie is dus nog niet ingediend bij deze. Zo heb ik zojuist begrepen en u ook. Maar het is goed, al was het maar voor de publieke tribune, dat we even weten wat er dan eventueel aan de hand van de beantwoording van de zijde van het college kan worden ingediend. De heer Zuur. Dank u wel, voorzitter. Een vraag over de nog niet ingediende, maar wel voorgelezen motie. Ik lees daarin dat er een financieel probleem is. Waaruit haalt u die informatie? Op de informatiebijeenkomst van Zuiderveld vorige week heeft men ons verteld dat door het naar voren halen van de verplichting, die 40% abonnementen voor 1 april, dat er een financieringstekort was van, ik meen dat men zei, 78.000 euro. Er was een sponsor die een deel daarvan voor zijn rekening wilde nemen, maar het grootste gedeelte daarvan was een probleem. Dat kon niet op korte termijn uit de zakken van de stichting komen, want de stichting op zich, die heeft geen geld. Wij hebben begrepen dat daar nog volop overleg over gaande was en dat men zou bekijken hoe men dat moest oplossen. Maar omdat het zo recent die informatie was, men daar nog onvoldoende over had gesproken. Zo hebben wij het gehoord. Dank u wel.
Nou, dat is een andere interpretatie, maar misschien kan de wethouder ons straks wat duidelijkheid verschaffen daaromtrent. Die zal er ongetwijfeld op ingaan. Dank u wel. Dan, kijk even verder rond. Wie voelt zich aangesproken om als tweede het woord hierover te voeren? Ja, mevrouw Siebe, VVD. Dank u wel, voorzitter. De VVD koestert de bedrijvigheid in de dorpen en het platteland en is erg enthousiast over de uitrol van glasvezel. Prachtig burgerinitiatief en een prachtig plan om juist de buitengebieden en de dorpen die nog niet zijn aangesloten of die nog niet over glasvezel beschikken te verbinden en op die manier de digitale bereikbaarheid te vergroten. De ambities van de gemeente om te innoveren in bijvoorbeeld zorg en toerisme komen hiermee ook een stap dichterbij. Indien je als gemeente streeft naar digitalisering en innovatie, dan zul je toegang tot een goed en snel werkend internet moeten bevorderen. De VVD steunt het plan en het raadsvoorstel van de financiering van de aanleg van glasvezel en de deelneming in de Glasvezel Zuiderveld BV. De VVD bedankt ook de raad voor haar flexibiliteit. Ja, het blijkt dat het wel degelijk snel kan, als dat moet. En wij waarderen natuurlijk ook de inzet van het bestuur van de stichting en alle vrijwilligers. We hopen dat er natuurlijk zo snel mogelijk 40% gehaald wordt. En dat we snel met de aanleg van het glasvezel kunnen beginnen. Ik heb ook nog even een procedurele vraag. Zal ik alvast reageren op de motie of krijgen we daar straks nog de gelegenheid voor? Ik stel voor dat u die gelegenheid straks benut, want dan kunt u ook meenemen de reactie van het college erbij. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Wie nog meer? De heer Zuur, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt, ik zou bijna zeggen met de snelheid van 6G in de laatste weken, het voorstel voor de oprichting van Glasvezel Zuiderveld BV en de financiering van het glasvezelnetwerk. Nou, eigenlijk hoeft de raad alleen maar de aanleg van glasvezel aanmerken als zijnde een publieke taak. Want de andere twee voorstellen zijn slechts om kennis van te nemen. Ja, wij mogen nog onze wensen en bedenkingen kenbaar maken. Maar als je dat bij de zo wenselijke, zelfs noodzakelijke aanleg van dit broodnodige communicatiemiddel om 11:58 vraagt, dan is dat eigenlijk niet meer dan een beleefdheidsvraag en stelt dus feitelijk niets voor. Maar daarover later meer. Laat één ding helder zijn, dit voorstel ligt er alleen maar omdat veel inwoners van onze gemeente, een deel zit op de tribune of is aan de buis gekluisterd, ongetwijfeld, zich in de afgelopen jaren belangeloos hebben ingezet voor glasvezel in Coevorden, in heel Coevorden. Dit alles via de 6 burgerinitiatieven en later via de Stichting Glasvezel Zuiderveld. Dit verdient onze zeer grote waardering. Ik zou bijna zeggen, het is een groot applaus waard. Als CDA-fractie hebben we dat ook volop laten blijken door het toekennen van de CDA-vrijwilligersprijs in 2017. Dit alles houdt wat de CDA-fractie betreft in dat we ons als politieke partijen, als gemeenteraad en als college in dit kader bescheiden moeten opstellen. Het zijn de vrijwilligers die de weg tot nu toe hebben geëffend en waarvan zeker ook in de komende maanden en verder nog veel wordt gevraagd. Dit om de uiteindelijke aanleg mogelijk te maken. Het voelt voor ons als fractie dan ook wat wrang dat wij als raad het nu opeens moeten aanmerken als publieke taak. Zonder dat wij hier tot nu toe als gemeente een prominente rol bij hebben gespeeld of straks gaan spelen. Natuurlijk begrijpen we de achtergrond en de reden van deze beslissing, maar laten wij dan ook geen grotere broek aantrekken. Vrijwilligers hebben hier de kar getrokken en gaan dat ook de komende tijd trekken. Wij hopen van ganser harte dat de inwoners buiten de stad dit initiatief omarmen en toezeggen een abonnement af te nemen. Want alleen dan wordt glasvezel buiten de stad mogelijk en haalbaar. Tot zover de inhoud. Ik kom nu op het proces en dan met name op de rol van het college en de raad hierbij. Met name hierover hebben wij na de informatiebijeenkomst van vorige week en de commissievergadering veel vragen gesteld. Dank aan de gemeentelijke organisatie voor de snelle beantwoording. Een aantal kanttekeningen en constateringen van onze fractie daarbij. Tot het moment van bekendmaking van het collegebesluit op 4 december bestond bij de raad het beeld dat de deelname zou bestaan uit het verstrekken van een lening. Dit terwijl in het projectplan van 15 oktober al staat vermeld dat de gemeente zal deelnemen via een lening
en in een BV. Direct maar ons commentaar daarop. Bij zulke ingrijpende beslissingen met zo'n lange aanloop had het college de raad meer mee kunnen en moeten nemen in de mogelijkheden en afspraken die zij maakten met externe partijen. Dit had gezien de informatie ook ruimschoots gekund en gemoeten. De raad heeft meermalen gevraagd naar de stand van zaken. Punt 2. In het raadsvoorstel worden de benodigde percentages van 15% en 45% benoemd voor deelname grijs en wit. Zonder nadere vooraankondiging wordt op de informatieavond op 10 december opeens het benodigde percentage van 40% overal genoemd. Het raadsvoorstel klopt dus qua beschrijving niet. Ons commentaar. De vraag is dan ook of het raadcollegevoorstel en daarmee het raadsvoorstel juist is. Ook dit had eerder en duidelijker met de raad gecommuniceerd kunnen worden. Hiervoor waren zekere mogelijkheden. Er had bijvoorbeeld een addendum bijgevoegd kunnen worden bij het raadsvoorstel. Punt 3. Op de informatieavond wordt, en passant, de urgentie nog even aangegeven omdat de provincie een eventuele financiering heeft begrensd op 1 januari 2019. Zonder dat dit overigens ergens in het raadsvoorstel terug te vinden is. Bijzonder relevante informatie, volgens ons. Ons commentaar erop. In zaken de deadline van de provincie. Wij hebben ook informatie opgevraagd bij de provincie. De deadline ligt niet op 1 januari, maar op 1 juli 2019. Mits er tenminste op 1 januari 2019 een pro forma aanvraag ligt. Duidelijk anders dan de raad op 10 december is voorgehouden. Punt 4. Zoals eerder aangegeven wordt de raad om 12:02 gevraagd wensen en bedenkingen aan te geven. En daarbij moet dit raadsvoorstel dan maar even worden beschouwd als ontwerpbesluit. Meestal volgt er dan nog een formeel besluit, na overigens eerst weer een collegebesluit. In dit geval is dat qua deadline onmogelijk. Ons commentaar erop. Wat is de waarde van het vragen om wensen en bedenkingen wanneer het ontwerpbesluit tevens het definitieve besluit is en de klok 12:02 aanwijst? Punt 5. De keuze voor het leveren van een bijdrage via de BV en een lening is in het voorstel zeer sumier gemotiveerd en heeft ons daarmee nog niet overtuigd. De reactie van ons. Via onze vragen is over de wijze van deelnemen, BV en lening, nogmaals een uiteenzetting gegeven. Ik citeer uit het antwoord, we willen gewoon dat het komt. Maar waarom dan niet eerder een actieve rol gepakt? Laat duidelijk zijn, wij willen ook graag dat het er komt. Maar niet ten koste van alles en ook, niet zonder goede verantwoorde randvoorwaarden. En graag via een zorgvuldige procedure. En volgens ons is het de raad die beslist, niet het college. En als laatste punt 6, alle documenten zijn klaar voor besluitvorming. Alleen over de invulling van de governance, daar moet nog een stuk volgen. Governance houdt in het geheel van regels rondom het toezicht op deze BV met aandacht voor taken en verantwoordelijkheden van directie, aandeelhouders en commissarissen. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen waar we daarvan een koude kermis zijn thuisgekomen. Onze reactie daarop. Het is voor onze fractie onbegrijpelijk dat deze nu nog ontbreekt. Bijna alles uit dit voorstel is een kopie van dat wat in de Wolden heeft plaatsgevonden. Zelfs de spelfouten zijn mee overgenomen. Vreemd dat dit onderdeel er nog niet is. Kortom, zorgvuldigheid. Daar blinkt dit proces niet in uit. Een proces om met de raad als eindverantwoordelijke te komen tot het broodnodige glasvezel. Wij willen onze bijdrage hier even mee besluiten en wachten de reactie van andere partijen en het college even af. Dank u wel. Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Mulder van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Een voorstel van en door de bewoners van onze gemeente. Hartstikke goed. Daar zijn wij content mee. En ik denk dat het een goed voorstel is. Want glasvezel is de toekomst. Nou, dat hebben bijna alle partijen ook gezegd. En dat beamen wij ook als PvdA. We moeten voorbereid zijn op de toekomst. En dat staat in het voorstel goed uitgewerkt. Dat er wat spelfouten in staan, so be it. Ik heb de afgelopen week ook eens even opgelet. Hoe vaak kom je nu het woord glasvezel tegen? In allerlei uitingen, in mijn werk,
in gesprekken met mensen in mijn dorp, elke keer hoor je het weer. Ja, het wordt tijd dat we daarmee aan de slag gaan. En ik ben ook blij met de voortvarendheid die hier wordt nagestreefd. En de PvdA die steunt dan ook het voornemen te participeren hierin. In aanvulling op wat de heer Zuur net van het CDA noemde, kan ik me de vraag wel voorstellen. Waarom zijn wij laat geïnformeerd? Omdat het inderdaad ook in het projectplan van 15 oktober vermeld stond. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nu aan de slag en zorgen dat er voor 1 april die 40% deelname is. We moeten weer de deuren langs. We moeten de mensen informeren. Want er zijn ook mensen met veel vragen. Wij hebben vorige week eerst de tip van de sluier gehad. Hoe zit dat nu met die abonnementen? Ja, dat moet je bij alle mensen doen. Dus daar is die tijd voor nodig. Nou, ik kom er straks nog wel even procedureel op terug hoe wij denken over de motie die het BBC heeft voorgesteld. Dat laat ik nog even in het midden. Een punt wat ik nog graag ook even wil noemen is dat wij ook bij de realisatie en het aanleggen van het glasvezel wil meenemen is ook van kunnen wij daar ook andere kansen mee pakken. En dan denk ik even aan het opengraven van de bermen om alle glasvezels aan te leggen. Kunnen we dan die dan direct ook gebruiken om ons andere onderwerp, biodiversiteit, direct een plek te geven. Daarmee wil ik voor nu even dit punt beëindigen en verder gaan tot de volgende spreker. Dank u. Dank u wel, meneer Wilde. De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. In een schatting zijn er zo'n 300.000 adressen in Nederland met slecht internet. De internetsnelheid is soms zo laag dat zelfs basishandelingen, zoals digitaal contact met de overheid, amper kunnen worden uitgevoerd. Die problemen zijn in de gemeente Koevoorde ook bekend, namelijk in het buitengebied. Het PAK heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de gemeente zich actief inzet voor de aanleg van glasvezel voor iedereen in de buitengebieden. Het voorliggende voorstel van het college draagt daar wat ons betreft toe bij. Door de aanleg van glasvezel zullen inwoners dankzij snelle en steeds innovatievere ontwikkelingen in de zorg beter en langer in staat zijn in hun eigen omgeving te blijven wonen met behulp van zogenaamde slimme toepassingen. Glasvezel is daarbij essentieel. De aanleg van glasvezel draagt bij aan de verschillende ontwikkelingen in de agrarische sector en overige bedrijven, waaronder de recreatieve sector, voor onze gemeente een grote werkgever. Kortom, de aanleg van glasvezel draagt bij aan de versterking van economische structuren. Wellicht draagt de aanleg van glasvezel ertoe bij dat jongeren die een opleiding volgen, waar ook steeds meer online gaat, de afweging zullen maken in onze gemeente te blijven wonen. Of naast alle andere voordelen van wonen op het platteland, de aanleg van glasvezel door toename van werk vanuit huis, dan stedelijke gezinnen mede zal bewegen onze gemeente als woonplek te kiezen. Voor het PAK waren de afweging uw voorstel te steunen nog een aantal zaken belangrijk. Namelijk dat nadat het glasvezelnetwerk is aangelegd, het een open netwerk wordt voor andere aanbieders. Daar heeft uw college van gezegd dat dat zeker de bedoeling is. Ook gold voor ons de vraag of de aanleg van glasvezel een publieke taak is. In zijn algemeenheid geldt voor ons dat dit niet zo is. Immers, daar hebben we nutsbedrijven voor in het leven geroepen. Onze afweging, het gaat om diensten die een publiek belang dienen en die de markt zonder overheidsoptreden anders niet of niet met dezelfde kwaliteit kan verrichten. Voor de fractie van het PAK geldt dat het in deze situatie van Koevoorde, dat het inderdaad zo is en vandaar dat we u hierin ook kunnen volgen. Complimenten voor de wijze waarop het college samen met de andere partners een en ander heeft opgepakt. Vanaf deze plek wil het PAK alle vrijwilligers, bestuur van de stichting complimenteren voor het werk wat in de voorfase is verzet. En wens de partijen overigens betrokken bij Glasvezel Zuiderveld, BV, heel veel succes toe. En mijn fractie wacht nog even met de nog niet ingediende motie van BBC 2014. Want ik ga ervan uit dat de wethouder ongetwijfeld zal reageren op de niet ingediende motie van BBC 2014. Zeker nu die is voorgelezen. Goed, mag ik de heer Hoedemaker verzoeken? Want ik ging ervan uit dat hij ook nog wel het woord zou voeren. En dan kom ik vanzelf bij de heer Bouwers. De heer Hoedemaker, D66. Hij stond al aan. Voorzitter,
Op 21 september 2015 maakte ik kennis met Jos Govaerts uit Zwelo. Hij vertelde mij over het initiatief van een aantal inwoners om in de voormalige gemeente Zwelo supersnel internet aan te leggen via glasvezel. Ik stond toen, net als nu, op het punt om met vakantie te gaan. Maar na mijn vakantie heb ik me toen aangesloten bij de brede werkgroep die het glasvezelinitiatief in Zwelo van de grond moest trekken. Inmiddels zijn we ruim 3 jaar later. Samen met wethouder Zwiers hebben we op 30 maart 2016 de informatieronde door alle dorpen van Zwelo afgetrapt in het Wapen van Aalde. Veel informatieavonden met vrijwilligers en inwoners volgden. Een posteractie om zoveel mogelijk intentieverklaringen te verzamelen onder het motto Doe met en win een iPad. Inwoners gingen van deur tot deur om handtekeningen te verzamelen. 92% in Zwelo, 84% in Wezep, 89% in Benneveld en Wezeperbrug. Kortom, het enthousiasme van onze inwoners is groot en terecht. Tegelijkertijd ontstonden er ook op andere plekken in onze gemeente glasvezelinitiatieven van betrokken inwoners die het trage internet en de monopolisten meer dan zat waren. De burgerinitiatieven in de gemeente Coevorden zochten hoe langer hoe meer toenadering tot elkaar. Avonden werden belegd in onder meer Geesbrug, Schoonoord en Noordsleen. Haalbaarheidsonderzoeken werden verricht. De 7 glasvezelinitiatieven smolten samen tot 1 stichting Glasvezel Zuiderveld. Voorzitter, steeds vaker moet je erkennen dat de marktwerking bij de levering van diensten leidt tot perverse resultaten. Ondermaatse dienstverlening, monopolisten die prijzen vragen die ze zelf willen. Niet alles is een markt en zeker niet op het platteland. Maar dat wil niet zeggen dat de levering van diensten in regio's als de onze per definitie verlieslatend moet zijn. Dat bewijst de realistische business case van Glasvezel Zuiderveld. D66 heeft vertrouwen in het plan. Vanavond hebben we de kans om dit unieke burgerinitiatief te ondersteunen. D66 feliciteert de inwoners met hun initiatief en stemt van harte in met het raadsvoorstel om, als gemeente Coevorden, deel te nemen in de BV Glasvezel Zuiderveld. Wij zijn ook blij met het voornemen van de stichting om toekomstige winsten te bestemmen voor maatschappelijke, culturele en duurzame doelen in onze gemeente. Hopelijk neemt ook de raad te zijner tijd een dergelijk wijs besluit. Voorzitter, in de afgelopen begrotingsvergadering heeft onze raad met steun van 6 van de 7 partijen een motie aangenomen voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Ervan uitgaand dat binnenkort de schop in de grond gaat, ontstaat de unieke kans om de aanleg van glasvezel te combineren met deze wens. Veel bermen in het buitengebied van onze gemeente zullen opengegraven worden. Door het grondwerk kerend uit te voeren, dus de rijke toplaag onderop en de schrale onderlaag boven terug te leggen, ontstaat als vanzelf een betere bodem. Door vervolgens de bermen in te zaaien met een bloemrijk bermmengsel, waarvoor provinciale subsidie bestaat, en bij het onderhoud voortaan te maaien in plaats van te klepelen, zetten we een stap op weg naar meer biodiversiteit in onze gemeente. Dat heet, voorzitter, 2 vliegen in 1 klap. Dubbele winst voor de landbouw, bedrijven, inwoners en toerisme. En de kans om 2 burgerinitiatieven, glasvezel aan de ene en ecologisch bermbeheer aan de andere kant, met elkaar te verknopen. Vandaar dat ik vanavond, mede namens PvdA en PAK, voorliggende motie indien, waarvan het dictum luidt: de Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 18 december... draagt het college op om via Glasvezel Zuiderveld de aannemer op te dragen grondbewerking waar mogelijk kerend uit te voeren, bermen waarin gegraven is in te zaaien met het inheemse Drentse bermmengsel en na het inzaaien de bermen ecologisch te beheren. Dank u wel. Dank u wel. De motie is hier voldoende ondertekend. Maakt dus onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Boy. De heer Boy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, we horen van Las, de heer Hoedemaker, zal ik zeggen, een mooi plannetje.
ecologisch bermbeheer valt het onder. Alleen als ik kijk naar het voorgesteld besluit van dit raadsvoorstel, de drie punten, dan wordt ons voorgesteld kennis te nemen van het college 1,5 miljoen beschikbaar stellen. 2,9 miljoen aan de op te richten glasvezel Zuiderveld. En de aanleg van glasvezel in de gemeente Koevoorde zoals verwoord in het projectplan aan te merken als zijn publieke taak. Voorzitter, ik vind dat deze motie niet past bij dit raadsvoorstel. En ik wil voorstellen als D66 toch de voorstel die motie in wil dienen, dat het gaat onder motie vreemd aan de orde van de dag. En dat is mijn voorstel. Ja, kijk, de motie komt nu op tafel en ik begrijp dat het onderwerp op zichzelf daar wel aanleiding toe kan geven. U heeft op zichzelf gelijk dat het niet in het voorgestelde besluit staat, maar net zoals er een motie is aangekondigd, vindt stemming over moties sowieso plaats na de behandeling van het welgeformuleerde voorstel. We kunnen daarover discussiëren. Of het dan een aparte titel zou moeten verdienen. Ik veronderstel dat de wethouder wel de neiging zal hebben om een reactie op deze motie in zijn algemene benaderingswijze van de afspraken met de glasvezel Zuiderveld BV mee te nemen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat we het wel gewoon meenemen. Zij het dat er natuurlijk twee aparte moties aan het behandelen zijn, mocht het tot ook het formeel indienen van uw motie komen. Het zou anders betekenen namelijk dat we een apart agendapunt hebben te openen na de besluitvorming over dit agendapunt en een eventuele motie. En dan opnieuw een bespreking voeren over dit onderwerp. En dan gaan we misschien te veel in de sfeer van dubbelingen terechtkomen. Dus ik stelde uw raad eigenlijk voor om toch maar met elkaar ons te realiseren dat het een afgeleid onderwerp is. Maar wel gerelateerd is aan de besluitvorming over dit voorstel. Want als dit voorstel niet wordt aangenomen, dan zal er ook niet zoveel aanleiding zijn om grond te keren, stel ik me zo voor. Praktisch, dus maar een beetje. Hè? Kunt u meestemmen? Goed. De heer Bouwers. PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Glasvezel, gemeentebreed, voor in de toekomst en heel dichtbij. Goed voor burgers, bedrijven en agrariërs. Want wat, er wordt veel over geklaagd in de dorpen. Dat het glasvezel, of in ieder geval dat het ontvangst van internet niet geweldig is. Dus dat kan op deze manier goed worden aangepakt. Een goed initiatief vanuit de bevolking. Goed georganiseerd door het bestuur. Keurig voor elkaar. 65% moest worden gehaald. 73% is gerealiseerd. Ook keurig voor elkaar. Businessplan goed in orde. De financiën in orde, want de gemeente en de provincie financieren. Nou, wat wil je nog meer? En zelfs het business case is solide. Maar ja, nu komt het natuurlijk nog, want ja, het is een moeilijke tijd. De eerste 3 maanden van het jaar, dat is slecht weer. Maar hoop ik toch niet voor de mensen die langs het pad moeten. Maar er moet nog wel 40% gehaald worden van het geheel die een abonnement nemen. En daar wens ik toch de initiatiefnemers veel succes mee. Want wat ik net al zei, het kan slecht weer zijn en de avonden zijn kort. Ik hoop met u dat het in orde komt. En wij wensen nu van ons dan ook veel succes daarmee. En wij hopen dat het in de loop van het jaar het initiatief zijn beslag krijgt. En dat de kabels kunnen worden gelegd. En ondanks dat er in de raad nog wat bezwaren zijn. Maar wij hopen dat het niet negatief uitvalt daardoor. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee hebben we een rondje langs alle fracties gehad en is de vraag aan de heer Zwiers of hij namens het college de beantwoording in eerste termijn voor zijn rekening wil nemen. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik zou zeggen, wat is het toch prachtig dat je wethouder mag zijn van een gemeente waar een dergelijk inwonersinitiatief mogelijk is. En als college zijn we daar natuurlijk ook heel trots op en we spraken er ook regelmatig over en eerlijk gezegd waren we zelf ook wel wat ongeduldig. Wanneer is het nou eindelijk zover?
Maar de kunst van de gemeente is ook geweest om op onze handen te blijven zitten. Hulp aan te bieden wanneer dat gewenst was. Er te zijn wanneer het nodig was. Scherp discussiëren, ook op de inhoud. En te respecteren en waarderen dat wij niet aan de touwtjes trekken. Alhoewel ik niet altijd bekend sta als de meest geduldige van het college, kon ik dat deze keer heel goed opbrengen. En dat had niet in de laatste plaats te maken met het vertrouwen in de initiatiefnemers. Vertrouwen in de mensen die ermee aan de slag zijn gegaan. Daar waren de inwoners, Verbind Drenthe, Rendo, maar ook vele andere professionals. En dat proces dan zo loopt, ja, dat had ik ook graag anders gezien. Maar daar waren wij ook niet altijd in de lead. Dat blijkt dan wel. Eigenlijk waren we helemaal niet in de lead. En werden we niet verrast, maar zijn we mee gaan bewegen met het zwaaiende riet zonder dat we geknakt zijn. In de commissievergadering is de historie van de samenwerking geschetst. Initiatieven waren in alle kernen buiten de stad Coevorden. Allemaal bewust van het feit dat we ook een vitaal en leefbaar buitengebied willen. Dat we niet op achterstand willen raken en ten opzichte van omliggende gemeenten en de rest van Nederland bij willen blijven. Want ook wij hebben wat mij betreft het recht om de wereld naar ons toe te halen en een gelijk speelveld te hebben. Een goed vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers. En daarmee waren er meer dan 150 vrijwilligers, zeg maar gerust ambassadeurs, actief uit alle kernen in het buitengebied. Het is goed dat dit inwonersinitiatief naar alle direct te noemen argumenten voor glasvezel ook een beroep doet op saamhorigheid, solidariteit en nabuurschap. Ontzettend belangrijk voor de komende maanden. En we kregen geen aandacht en steun van grote marktpartijen. De heer Hoedemaker gaf dat heel nadrukkelijk aan. De grote marktpartijen hebben ons links laten liggen. En na marktconsultatie werd duidelijk dat het zo zal blijven. Wel schetst het projectplan risico's dat deze partijen zullen proberen om gebruik te maken van de aandacht voor glasvezel door aanbiedingen te doen die dan weer vaak tijdelijk zijn. Glasvezel Zuidenveld doet ook om die reden een beroep op solidariteit en wijst op deze aanpak van de grote aanbieders om zo het inwonersinitiatief een stok in de wielen te steken. Maar dat is tactiek. Ze zullen proberen klanten vast te houden en hun marktpositie te willen beschermen. En dat is natuurlijk hun goed recht. Als het gaat om het proces, ik zei het net al, ja, dan kun je echt stellen dat we dat liever met elkaar wat anders hadden gezien. Maar dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor Glasvezel Zuidenveld zelf. Dat geldt ook voor de provincie en dat geldt ook voor Rendel. Dus natuurlijk was het niet de bedoeling om onder tijdsdruk te komen. Maar zoals u heeft kunnen lezen en kunnen zien in het laatste rapport van Dialogic, staat daar een datum van 3 december 2018 van de Second Opinion. Daarnaast werd er tot op het laatste moment gesproken over de voorwaarden die Renet stelde in verband met hun investeringsstatuut. Dat vroeg om gesprekken, ook met de achterban, om tot conclusies te komen, om nieuwe afspraken te maken en om te komen tot draagvlak voor de 40% die aan de voorkant gerealiseerd zou moeten worden. En ook Renet moest snel handelen. En dat hebben ze gedaan. Ik heb op het allerlaatste moment nog een berichtje gekregen van de directeur dat ook Renet akkoord is met dit voorstel en dat zij zich daaraan gaan verbinden. Evenals de provincie, waarvan u nog ter 11 uur ook nog een bericht heeft ontvangen in uw mail. Maar ook zij hebben vanmiddag om 16:30 ons laten weten dat zij akkoord zijn met dit voorstel en zullen gaan financieren. En natuurlijk bedank ik de Raad ook voor haar flexibele opstelling. En ik denk dat ik dat mede doe namens de andere initiatiefnemers. De heer Zuur. Dank u wel. Voorzitter, wethouder Zwies, u had het net over dat Renet akkoord gaat met dit voorstel. Over welk voorstel hebben we het? 45 of 40? Met wat hun gevraagd wordt.
Sorry? Met wat hun gevraagd wordt. Dus de 40% die met Renet is afgesproken. En dat betekent, dat daar heeft u ook in de commissievergadering notie van kunnen nemen. En is ook uitgelegd in de informatiebijeenkomst dat we vooraf 40% moeten hebben. En dat is ook wat past in het investeringsstatuut van Renet. En om die reden hebben zij nu ja gezegd tegen het lenen van in dit geval 3 miljoen en 1,5 miljoen storten op aandelenkapitaal. Oké, dus akkoord gaan met 40%, niet met 15,45% zoals in het raadsvoorstel staat wat vanavond voor ligt. Nee, maar volgens mij is u daar ook bekend. Velen van u hadden ook glasvezel opgenomen in uw verkiezingsprogramma. En dat sterkte ons natuurlijk met elkaar dat we hiervoor zouden willen gaan. De provincie en de aannemer hebben deadlines gesteld. En ja, het klopt dat er uiteindelijk nog een escape was naar 1 juli. Maar ook de aannemer had een deadline. En die deadline die is wel in januari. Dat schort in ieder geval niet... de deadline op. Wat er wel gebeurt, we kunnen er nog wel af. En ook dat is uitgelegd. Tegen een boete kunnen we dan van het contract met de aannemer af. Als het over zorgvuldigheid gaat, voorzitter, ja, dan is dat waar de gemeente op gelet heeft. Vooral de zorgvuldigheid bij de initiatieven om draagvlak te creëren. Over het contact, over zaken die des gemeente zijn. Over de onderbouwing van de business case, de governance, de financieringsvoorstellen en de beoordeling door professionals. Bijvoorbeeld door Dialogic, maar ook Renet, want Renet is simpelweg een professioneel netwerkbeheerder. En die snelheid, ja, die heeft wel wat van ons gevraagd. Als raad, als college, want ook wij hebben snel moeten besluiten. Die snelheid die heeft wat mij betreft er niet toe geleid dat we met het besluit wat voor ligt vandaag onzorgvuldig zouden handelen. Want tijdens het hele proces hebben we gemerkt dat de advisering van Verbind Drenthe constant afwezig was. Er zijn gebiedsanalyses gemaakt. Er zijn afwegingen gemaakt door de stichting zelf, door meerdere initiatieven te bezoeken. En te kijken wat het beste past bij ons gebied, bij onze regio. En daar is met de kennis en de wetenschap ook van Verbind Drenthe gekozen voor het model van glasvezel De Wolle. Wat ook zorgvuldig is, is de keuze van de stichting om samenwerking te zoeken met Rendo en met de gemeente. Dat toont aan dat zij ook vertrouwen hebben in de inbreng die wij kunnen doen. En die Rendo kan doen. Het is een slimme samenwerking om te zorgen dat we continuïteit houden in het glasvezelnet. Dat we bewaken met elkaar dat dat ons niet ontglipt. En ik denk dat dat door de stichting goed gezien is. Want wij kunnen bijdragen. Niet alleen in geld, maar ook met kennis en kunde. Daar waar we nog even teruggaan naar dat proces en waarnaar verwezen wordt is een datum van 15 oktober. Let wel in een concept en daar waar het opgeschreven is door de Stichting Glasvezel als wens om het zo te doen. Ja, natuurlijk hebben wij daarover gesproken. Dat lijkt me ook logisch dat we daarover spreken. Maar we hebben nadrukkelijk verbonden aan het project dat we samen heel goed gaan kijken naar de governance. En dat we samen heel goed gaan kijken naar de wijze waarop we gaan deelnemen, hoeveel dat moet worden. En dat was op 15 oktober absoluut nog niet duidelijk. En dat komt simpelweg omdat we ook nog geen beoordelingen hadden van Dialogic. Daar hebben wij ons aan verbonden als gemeente. Wij hebben gezegd, laat Dialogic de beoordeling doen en wij conformeren ons aan de uitkomst en het advies wat onze provincie daarover zal gaan geven. En zo is het ook opgenomen in het voorstel. Dat wij daar ons aan verbonden voelen. En als het gaat om een actieve rol, we hebben wel degelijk een hele actieve rol gespeeld als gemeente in de faciliterende zin. Een actieve, faciliterende gemeente. En ik begrijp niet goed waarom
in dit geval de heer Zuur, zo wil benadrukken dat de gemeente geen prominente rol heeft gespeeld. Vind ik bijzonder. Want niemand van ons heeft ooit gezegd dat we dat namelijk wel hebben gedaan. En ik ben er trots op dat dat ook niet nodig was om die actieve rol te spelen. En ik ben ook blij dat we het geduld hebben opgebracht om dat niet te doen. Die prominente rol, die hoefden we niet te spelen. We hebben enkel in het begin aangejaagd, geholpen en we hebben gefaciliteerd bij vergaderingen. We hebben onze inbreng af en toe gehad. Maar het succes van dit inwonersinitiatief ligt volledig bij het initiatief zelf. Voorzitter, ik wil toch overgaan naar de moties, als dat mag. Er wordt ook al tijd voor, denk ik. Gaat u gaan. Ja. Als het gaat om de motie van BBC. Kijk, als je een project start en je besluit met elkaar om daarvoor te gaan, dan start dat project niet, volgens mij, op het moment dat de schop in de grond gaat. Volgens mij start dat project na het besluit en nadat we met elkaar de BV opgericht hebben en vanuit die BV opdrachten kunnen geven. Dus wat mij betreft kan zo snel mogelijk, kunnen we daarin proberen te voorzien, zo snel mogelijk ook samen met de andere partijen, dat na oprichting de middelen simpelweg beschikbaar komen voor dit project. Want daar hoort nou eenmaal ook de fase bij dat je moet acquireren en dat je abonnementen moet gaan afsluiten. Dat betekent dat we niets naar voren halen, wat mij betreft, maar dat het simpelweg gewoon start op het moment dat de BV is opgericht. En dat het start nadat dit besluit door u met elkaar is genomen. De tweede motie over het bermbeheer. Ja, daar. Alvorens u daarop ingaat, wilde de heer nog iets vragen. Dat mag. Ja, ik vraag me af wat u net bedoelde, wat de conclusie is van uw reactie op de motie van de BBC. Want die blijft dan even in het midden. Het project start, wanneer? Nou, de conclusie is dat de motie dan niet nodig is, want er wordt namelijk niets naar voren gehaald. Dat wil ik even horen. En sowieso was er nog ruimte in de leningen, in het leningenbedrag, begreep ik, op de informatieavond. Ja, of er voldoende ruimte is, er was nog wat reserve, maar we zullen zien hoe ver we daarmee komen. En ik denk dat we met elkaar voldoende bereid zijn om na te denken over de zaken die komen gaan op het moment dat er wat nodig is van onze kant. Dan de motie bermbeheer van D66 en mede ingediend door het PvdA en PAK. Ja, kijk, ik denk dat het heel lastig is wanneer wij als gemeente nu via een BV, waar wij niet alleen eigenaar van zijn, het bermbeheer gaan organiseren. Dat zou ik een hele bijzondere beweging vinden. Want wij zijn dus niet alleen eigenaar en kunnen dus ook niet zomaar op die manier, vind ik, besluiten dat dit zou moeten. We zien bermbeheer wel als een positief onderwerp. Wij zijn daar ook natuurlijk volop mee bezig met elkaar. Maar we hebben ook gezegd dat het bermbeheer, dat zien we als een initiatief van onderop. En waarom dan nu op deze manier aanwijzen? En we hebben volgens mij ook een motie bij het bermbeheerplan afgesproken dat we eerst met initiatieven gaan werken. Om kennis op te doen en draagvlak te vinden. En wat ik nou eigenlijk ook misschien, nou ik durf het bijna, nou ja, het is misschien iets minder chic, denk ik, om ter 11 uur dit nog van het initiatief te vragen. Om ecologisch bermbeheer via andere wegen, of via deze weg dus min of meer af te dwingen, ja, ik denk niet dat dat helemaal de beste aanpak is, ook voor dat draagvlak. En we moeten natuurlijk het ecologisch bermbeheer ook niet verwarren met het inzaaien van bloemrijke mengsels, want het zijn ook twee verschillende dingen. Daarnaast gaan we ook niet altijd graven en zal er ook, zo noemen ze dan technisch volgens mij, geschoten worden of gespoten worden om die leidingen aan te leggen. Dus ja, ik zou deze twee zaken liever gescheiden behandelen. De heer Hoedemaker.
U heeft gelijk als u zegt de gemeente die moet dit niet in zijn rol als aandeelhouder misschien doen. Al is de gemeente natuurlijk wel een geweldig grote aandeelhouder van de opgerichte glasvezel BV. En kan een dergelijke aandeelhouder best wel zijn eisen hebben. Maar daarnaast is de gemeente ook nog de eigenaar van de ondergrond. En net zoals bij ieder bouwproject stelt u eisen aan wat een aannemer doet met de ondergrond. De motie past denk ik heel mooi in de biologische agenda van onze gemeente. En waarom in twee keer doen wat je in één keer kan doen? Onze inwoners ergeren zich er enorm aan dat de berm om de havenklap wordt opengelegd, omdat er dan weer een riolering doorheen moet en vervolgens een waterleiding en daarna glasvezel. En vervolgens denken we van moeten we nog iets met die biologische bermen doen, moet de berm weer open. Dat kunnen we op dit moment combineren. Zoals we dat ook onlangs uw collega Huizing gedaan heeft bij de berm in Benneveld, waar op een gegeven moment een nieuwe riolering moest worden aangelegd. Daar is gewerkt volgens het initiatief zoals ik dat nu indien. Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens, want u dient nu een initiatief in waarbij wij dingen gaan opleggen. Want zo staat het ook letterlijk benoemd, hè, dat we dat moeten gaan afdwingen bijna. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling van initiatieven van onderop. Daarnaast hebben we het ook over een, nou ja, zeg maar, laten we zeggen 25 centimeter door een berm, wat opengehaald wordt en soms niet eens. Dus er zit wel wat nuanceverschil in tussen wat u aangeeft en hoe de werkelijkheid straks eruit zal zien, volgens mij. En nogmaals, ja, wij zijn niet, we hebben dan wel aandelen, maar dat is 40%, is ook nog eens een minderheid. Ik vind niet dat we op die manier onze wensen, de wensen van de raad, waar ik me best in kan vinden, zeg maar, waar ik me best iets bij kan voorstellen, hè, dat u dat graag wil. Maar dat, om dat juist op deze manier te agenderen. Ik zou dat veel liever in een apart traject doen. Bovendien, ja, we hebben ook de ervaring nog niet voldoende op dit moment van de initiatieven die we met elkaar hebben afgesproken. En ik zou daar toch wat geduld in willen betrachten. Ik zeg dit ook mede in overleg met collega Huizing. Oké, ik handhaaf de motie. Ik ben erg benieuwd of de andere fracties het met me eens zijn dat dit een mooie uitwerking is van de algemene, of door zes van de zeven fracties ingediende en ondersteunde motie over behoud en herstel van biodiversiteit. Nou, voor de volledigheid, het college raadt deze motie dus af. Goed, helder. Daarmee is de heer Zwiers ingaan op de meeste punten die aan de orde zijn geweest in de eerste ronde van de kant van de raad. Dat maakt dat ik misschien toch nog een opmerking wil toevoegen. Daar waar de heer Zwiers sprak, althans vraagtekens hanteren bij de vraag of dit nu wel een zorgvuldige route was en of het nu wel zinvol zou zijn om dit besluit nu te nemen daar waar nog een definitief besluit moet vallen. Zo ongeveer in deze bewoordingen sprak u, meneer Zuur. Nou, ik zou bijna hopen dat we er vanavond wel een besluit over. Dat zou ons wel heel wat waard zijn, maar ik pleit ook voor zorgvuldigheid. Ja, als we ergens ja tegen zeggen en we weten dat we ergens anders ja tegen hebben gezegd dan wat het feitelijk is, dan ja, geniet bij mij persoonlijk de zorgvuldigheid de voorkeur. Maar ik realiseer me dat dat de termijn waarop glasvezel wordt aangelegd onder druk zet. En niets liever dan dat moet gewoon zo snel mogelijk doorgaan. Dus in die spagaat zitten we wel even. Maar daarom is het ook goed, denk ik, om daar geen misverstand over te laten bestaan. We hebben allemaal belang bij een zorgvuldig proces. U bent uiteindelijk degene die zelf te beoordelen heeft of het voor u zorgvuldig genoeg is kunnen gaan. De tijdsdruk is al door de heer Zwiers benoemd, is groot geweest. Het is 14 dagen geleden dat het college, en u heeft het voorstel van het college ontvangen. 14 dagen geleden pas dat het college hierover een besluit heeft genomen en u dit voorstel heeft doen toekomen. Het is inderdaad een soort van
zoektocht naar een optimale balans tussen de snelheid, die is ingegeven door een aantal praktische overwegingen, de heer Swiers heeft daar het nodig over gezegd, en uw overtuiging dat het inderdaad een zorgvuldig besluit kan zijn. En daarmee is inderdaad het finale besluit nog niet genomen, want u heeft geconstateerd dat het college zegt, wij zijn iets voornemens te doen. Dat kan het college direct na deze raadsvergadering besluiten, dat kan ruim voor 1 januari in ieder geval nog gebeuren. Wij zijn voornemens te participeren in een rechtspersoonlijkheid. Daarvoor is nodig dat u dat wel als een publieke taak vaststelt en dat u inderdaad in het geheel in ieder geval niet zodanige redenen, bezwaren, bedenkingen, en dat kunnen nogmaals dus ook bedenkingen ten aanzien van de zorgvuldigheid vereisten zijn, die maken dat u tegen het college zou kunnen zeggen, en dat recht moet u niet te snel weggeven lijkt mij, dat u tegen het college moet zeggen, u begaat volgens ons, dames en heren van het college, een grote fout als u dit nu zou doorzetten. Als u nu onze bespreking zou opvatten als een akkoord om over te gaan tot de oprichting van die rechtspersoon. Dus dat is een zwaarwegende rol die u hier vanavond heeft. En daarom is het ook goed om die onzekerheden die er nog bestaan, die voor een deel ook zijn toegelicht, waar die zitten, dat die ook gewoon serieus de revue passeren. Maar uiteindelijk is dit wel het moment waarop u nu hier en nu ook uw bedenkingen kunt uitspreken en deels ook hebt uitgesproken en uiteindelijk die balans opmaakt in de, ja, in de oordeelsvorming over de gevraagde uitspraak. Vindt u dit een taak van de gemeenschap of een publieke taak, laat ik het zo eenduidig formuleren. Want dat zet dan ook de deur open voor dat vervolgbesluit van het college. Dus dat even om de context nog even te schetsen van uw opmerking. Er moet nog een definitief besluit vallen. En ik denk dat we allemaal belang inderdaad hebben bij een zorgvuldige route, een zorgvuldige bespreking. En volgens mij zijn we daar goed mee onderweg. Dus ik geef graag de gelegenheid voor een tweede termijn, voor zover daar natuurlijk behoefte aan is. Maar het kan zijn dat de beantwoording van de zijde van het college daar ook nog aanleiding voor geeft. Ja, mevrouw Visser. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben wel even behoefte aan een schorsing, als dat kan. Dat mag. Ja, natuurlijk gewoon weer dat. Hoe lang denkt u nodig te hebben? 10 minuutjes? Ik denk dat 5 minuten wel genoeg is. 5 minuutjes. Dan doen we dat. Dank u wel. Vergadering is geschorst. Wij zouden graag 5 minuten daarbij vragen. Toch 10 minuutjes. Komen we toch op 10 minuten. Oké, doen we dat.